Het leuke van de win is dat je hem op zo verschrikkelijk veel verschillende manieren kunt bevissen. Vierhengel is natuurlijk het makkelijkste. De bolo, de matchhengel met de method, het vlokhengel en natuurlijk met de korst. Korst is helemaal spektakel. Je kunt ze zelfs met kleine plugjes vangen. Van die hele kleine plugjes, een beetje borrelde plugjes. Niet altijd, maar als ze dat doen is het echt spektakel. En laten we ook niet de vlieghengel vergeten, want ja, die grote winden zijn op de vlieghengel natuurlijk helemaal het einde. Nou, winden kun je eigenlijk het hele jaar door bevissen. Het is wel zo dat je ze in de koudere periode vooral met de vierder en met de match op diepe water vangt. En ja, het vissen aan de oppervlakte, met de korst, of met de vlok of met de vlieg, dat is toch meer een visserij voor de warmere maanden. Dan moet je denken aan mei tot en met, nou, hopelijk begin oktober als het niet te snel koud wordt. Ja, winden is toch een vis van over het algemeen de grotere water. Ze paaien vaak op kleinere beken, maar de grotere winden zitten toch het merendeel van de tijd op groot water. Moet je denken aan de grote rivieren, de randmeren, maar ook water van Amsterdam-Rijnkanaal. Toch zijn er ook wel degelijk kleine riviertjes, zoals bijvoorbeeld de Linge en de Vecht natuurlijk, waar je soms hele mooie winden kunt vangen. De winde is een karperachtige. Hij lijkt heel veel op de voren, maar wordt alleen veel groter. Hij heeft iets kleinere schubjes. Het is een vis die stromend water nodig heeft. Zeker voor de voorplanting. Ze kunnen in stilstaand water voorkomen, maar ze paaien toch vooral op stromend water. Het is een vis die het ook heel erg goed is gaan doen vanwege de verbeterde waterkwaliteit. Maar vooral vanwege het feit dat zijn paaigebieden veel toegankelijker zijn geworden door al die visstappen die door de waterschappen zijn aangelegd. Het is een vis die, ja, als je mazzel hebt, boven de 60 centimeter kan worden. En ze kunnen echt heel hoog worden. Ze zijn echter niet super, super sterk. Alleen aan de andere kant, als je zo'n winde van boven de 50 hebt, heb je echt wel een mooie vis. Zeker op licht materiaal.